goedemorgen. Het is iets over zevenen. We hebben een heel heugelijk moment net gehad. De eerste patiënt is verhuisd van het Ariensplein naar het Koningsplein. En ik sta hier aan bed bij deze persoon en ik zou haar heel graag willen vragen hoe het is verlopen. Dus ik ga even mijn camera omdraaien. En hier ligt mevrouw. Het is nog een beetje donker in het auditorium, maar ze heeft een mooi uitzicht op het nieuwe ziekenhuis. Mevrouw, goedemorgen. U bent de eerste patiënt. Dat klinkt dan ook zo, hè? U bent de eerste patiënt, maar dat is natuurlijk toch best bijzonder dat u als eerste bent verhuisd vandaag. Kunt u misschien eens vertellen hoe u het laatste half uur heeft beleefd? Nou, het laatste half uur, eigenlijk wel ruim het laatste uur, want om 6 uur werden we al wakker gemaakt. En toen werd alles gecontroleerd of alles al klaar was, ingepakt was en noem maar op. En op een gegeven moment komen ze bij mij weer in de kamer en toen zeggen ze, u wordt als eerste verhuisd. Ik zei, oh, daar krijg ik een kroontje op, helemaal super. Maar ja goed, het kroontje mis dus, het petje heb ik wel op. Maar dat ging voorspoedig, het was eigenlijk uitzwaaien en weer begroeten in de hal en in die lange gang van het Ariensplein hier naartoe. Eigenlijk heerste er wel, eigenlijk eerst spanning. Maar later toch ook wel heel veel vrolijkheid. En ik werd ook heel leuk hier ontvangen weer in de lift en hier in de gangen van hallo, welkom. En ja, nee, het was heel leuk eigenlijk, ja. Nou, dat vinden we natuurlijk superleuk om te horen. Hartelijk dank voor die toelichting. We wensen u natuurlijk ontzettend veel gezondheid toe. En een spoedig en goed 2016 en een goed herstel hier in het nieuwe ziekenhuis. Ja, dank u wel hoor. Dat hopen we. Ja.